NS rijdt samen met de Belgische collega's van NMBS testritten op de hoge snelheidslijn. Op deze manier testen we de treinen en zo kunnen bijvoorbeeld de machinisten ervaring krijgen met het rijden op de HSL. Dit doen we omdat we erop koersen om vanaf 9 april de Intercity naar Brussel via de HSL te laten rijden. Om deze testritten te kunnen doen is de route van de Intercity Brussel tijdelijk aangepast. Tot die tijd rijden er ook minder Intercity direct treinen om ruimte te maken voor de testritten. Het is niet onafkomelijk dat de reiziger daar hinder van ondervindt, maar we doen er wel echt alles aan om de reiziger toch een zo comfortabel mogelijke reis aan te bieden. Per april dan gaat de Intercity Brussel en de Eurostar over de hoge snelheidslijn rijden, waardoor er dus een snellere verbinding ontstaat tussen Nederland en Brussel. En kunnen reizigers gebruik maken van een van de 32 treinen die per dag van Amsterdam naar Brussel rijden. Kijk, voor vertrek altijd even op de NS Reisplanner.